Wijkverpleging kampen, nu en in de toekomst. De komende jaren staan we voor een grote uitdaging in kampen. Door de vergrijzing zijn er steeds meer mensen die zorg nodig hebben, terwijl er minder mensen zijn om die zorg te bieden. Daardoor is het noodzakelijk dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam blijven om zelfstandig thuis te kunnen wonen. Als dit niet lukt of als hier ondersteuning bij nodig is. Kunnen mensen een beroep doen op de wijkverpleging? Wat kunt u dan van de wijkverpleging verwachten? De wijkverpleegkundige kijkt eerst wat iemand nog zelf kan, of welke zaken met behulp van mantelzorgers of van burennetwerk opgelost kunnen worden. Waar mogelijk wordt door inzet van hulpmiddelen de hulpvraag opgelost. Wanneer hulpmiddelen niet voldoende zijn, kan iemand tijdelijk of langdurige zorg krijgen. In kampen zijn vijf verschillende wijkverplegingsorganisaties, met ieder hun eigen identiteit. Maar we werken allemaal op dezelfde wijze. We richten ons op preventie en zelfredzaamheid en geven pas zorg wanneer dat noodzakelijk is. Op die manier houden we de wijkverpleging beschikbaar voor de mensen die de ondersteuning het hardst nodig hebben. Als u twijfelt of u zorg nodig heeft, bel dan eerst eens met een wijkverplegingsorganisatie in uw buurt. Samen kijken we wat er in uw situatie nodig is.